De ontknoping nadert in de Benelux voor de Devils. Met nog 2 wedstrijden te gaan, waarvan 1 thuis, kunnen de Devils derde worden van de Nederlandse ploegen. En zo een plek bemachtigen in de halve finale van de Final Four. Het vertrouwen is weer terug in Nijmegen na een 5-0 overwinning op Den Bosch afgelopen wedstrijd. Devils ontvangt om 8:30 in eigen huis de Phantoms die terug te vinden zijn op de 10e plaats van de Benelux. De vorige wedstrijd werd een 1-4 winst voor de Devils. Direct de dag daarna speelt Devils zijn laatste competitiewedstrijd tegen de Unis Flyers uit Heerenveen. Wat wellicht een generale repetitie kan worden voor de halve finale in de Final Four. Ja, goed, voor ons nog wel een belangrijke wedstrijd om in ieder geval die derde plaats veilig te stellen. Ik geloof dat we 2 punten nodig hebben om dat zeker vast te stellen. We uit van in principe ook vrij makkelijk van gewonnen. Eigenlijk zijn er voor ons geen makkelijke wedstrijden meer. We moeten nu echt spelen met de play-offs als inzet al. En zorgen dat we van iedere tegenstander gewoon dat we scherp zijn en de volle 60 minuten geconcentreerd blijven. Ja, goed. We hebben een goede week met trainen weer, maar ook een hele andere tegenstander. Den Bosch stond onderaan. Dus dat was een must-win voor ons sowieso. En uiteindelijk hebben we daar gewoon heel zakelijk gewonnen. En dan kan de score moet eigenlijk nog wat verder oplopen, maar winst is winst op dat moment. Ik denk dat wij, als we derde worden onder de Nederlandse ploegen, dan spelen we tegen Heerenveen. En ik denk dat het voor ons wel een voordeel is. Die ploeg ligt ons wel goed. Die zijn op het moment ook niet in topvorm. Wel een hele sterke ploeg hoor, maar ik denk als we kunnen kiezen tussen Den Haag en Heerenveen, dat wij in de halve finale het beste Heerenveen kunnen treffen. En dan met winst of Den Haag of Geleen in de finale tegenkomen. Ja, we praten aan het eind van het seizoen, wordt er wat meer gesproken in de groep over belangrijke momenten. Hoe je daarmee om moet gaan, wat we met trainingen wat meer verwacht wordt van elkaar. Ik denk dat alle ervaren jongens daar een steentje in bijdragen. Ja, daar wordt gewoon weer meer gecommuniceerd met elkaar. We zijn allemaal wat eerder op de baan. We zijn meestal 2,5 uur voor de wedstrijd hier. En dan gaan we nog over bepaalde tactische aspecten dan voor de wedstrijd. En dat zorgt iedereen dat ze goed warm zijn en mentaal goed voorbereid zijn op de tegenstander vanavond. Als we even afgelopen wedstrijden bijpakken, tegen Bulldogs en tegen Den Haag was het verlies. Ja, hoe is dat team daar even mee omgegaan? Ja, het was wel even een zwaar weekend voor ons. Thuis kregen we hem flink om de oren met 8-0. Waar we eigenlijk gewoon wel goed voorbereid waren, dachten we. Alleen het kwam er helemaal niet uit. En uitspelen we, komen we eigenlijk. Veren we heel goed terug. We spelen daar uitstekend de eerste 25-30 minuten. En daar geven we het heel kort voor het eind van de tweede periode. Laten we hem terug in de wedstrijd. Stonden we 5-1 voor. Uiteindelijk zakt het weer helemaal naar elkaar. Uiteindelijk zien we wat er vrijdag ook gebeurt. Dan zijn we toch mentaal niet, op dat moment niet sterk genoeg tegen een hele aanvallende ploeg. Dus dan krijg je een weekend waar je eigenlijk verwacht toch wel in ieder geval 1 wedstrijd te winnen. Ja, dan krijg je 0 keer winst. Ja. De laatste wedstrijd is dan wel weer 5-0 gegaan, maar is het dan in vergelijking met die andere wedstrijden daar beter gegaan dat jullie dan? Ja, goed, we hebben een goede week met trainen weer, maar ook een hele andere tegenstander. Den Bosch stond onderaan. Dus dat was een must-win voor ons sowieso. En uiteindelijk hebben we daar gewoon heel zakelijk gewonnen. En dan kan de score moet eigenlijk nog wat verder oplopen, maar winst is winst op dat moment. Ja, de doelstelling is denk ik wel derde voor dit seizoen. Als jullie komende wedstrijd winnen, dan is het dus Flyers op tegen. En is het uiteindelijk tegen Flyers speelt of tegen Den Haag? Wat zijn je voorkeuren daar als voor team voor? Ik denk dat wij, als we derde worden onder de Nederlandse ploegen, dan spelen we tegen Heerenveen. Ik denk dat het voor ons wel een voordeel is. Die ploeg ligt ons wel goed. Die zijn op het moment ook niet in topvorm. Wel een hele sterke ploeg hoor. Maar ik denk als we kunnen kiezen tussen Den Haag en Heerenveen, dat wij in de halve finale het beste Heerenveen kunnen treffen. En dan met winst of Den Haag of Geleen in de finale tegenkomen. Ja, want het is eigenlijk een heel druk programma. Jullie hebben heel veel jonge spelers, gaf je al een keer eerder aan.
Hoe ga je dan, zeg maar, jij als ervaren speler dan? Hebben jullie daar bepaalde rollen toe? Ja, we praten aan het eind van het seizoen, wordt er wat meer gesproken in de groep over belangrijke momenten, hoe je daarmee om moet gaan, wat we met trainingen wat meer verwacht wordt van elkaar. Ik denk dat alle ervaren jongens daar een steentje in bijdragen. Ja, dat wordt gewoon meer gecommuniceerd met elkaar. Ja, en de komende wedstrijd dan tegen Centrum thuis. Wat kun je daarover zeggen? Ja, goed, voor ons nog wel een belangrijke wedstrijd om gewoon in ieder geval die derde plaats veilig te stellen. Hebben we, ik geloof dat we 2 punten nodig hebben om dat zeker vast te stellen. Ja, we uit van in principe ook vrij makkelijk van gewonnen. Maar ja, goed. Eigenlijk zijn er voor ons geen makkelijke wedstrijden meer. We moeten nu echt spelen met de play-offs als inzet al. En zorgen dat we van iedere tegenstander gewoon dat we scherp zijn en de volle 60 minuten geconcentreerd blijven. En hoe bereid je dan daar, zeg maar, op voor als je de wedstrijddag erbij mag pakken, aanstaande vrijdag is dan zover? Hoe ziet zo'n voorbereiding voor jullie dan eruit? Ja, goed, we zijn allemaal wat eerder op de baan. We zijn meestal 2,5 uur voor de wedstrijd hier. En dan gaan we nog over bepaalde tactische aspecten dan voor de wedstrijd. En dat zorgt iedereen dat ze goed warm zijn en mentaal goed voorbereid zijn op de tegenstander vanavond. Zijn er überhaupt bijzonderheden in het team, met blessures of iets? Over het algemeen, Nick de Jong is net vader geworden, wat heel erg leuk is. Dus het is wel iets positiefs en dat merk je in de groep ook gewoon dat iedereen voor hem heel erg blij is. Voor de rest hebben we een aantal blessures nog wel. Rick Verharen doet dit weekend nog niet mee. Die zit met zijn enkel en voor de rest zijn we wel heel erg wel gewoon fit en klaar ervoor. Oké, okay. Dankjewel. Ja. Succes. Okay, dank je. Thanks. Goede timing dat de tweede net klaar was. Ja, wat een leuke. Kom zo een keer op tv.